Hier woont de orka Morgan tegenwoordig, in een dierentuin op het Spaanse eiland Tenerife. Regelmatig vermaakt ze de bezoekers met haar show vol pirouetten en sierlijke sprongen. Hier spettert ze expres met haar staart, zodat het publiek een beetje nat wordt. En ja, dan zwaait ze zo naar het publiek. Zembla-journaliste Pamela Kalkman reisde speciaal voor Morgan naar Spanje. Het grootste deel van de dag zijn ze gewoon een beetje aan het dobberen met de vijf orka's die er leven. En dan een paar keer per dag wordt er een show opgevoerd. En Morgan heeft haar eigen segment in de show, wat echt ook om Morgan gaat. Maar juist dat was niet de afspraak. In 2010 werd Morgan groot nieuws. Ineens dook ze op voor de Nederlandse kust. Een plek waar orka's normaal niet komen. Ze moest gered worden. Morgan was zwak en alleen, terwijl orka's normaal in grote families leven. Morgan werd daarom naar het dolfinarium in Harderwijk gebracht. Al snel ging het beter met haar. In Harderwijk kon Morgan niet blijven. En dus was de grote vraag, waar moet ze heen? Terug naar zee, zoals deze dierenactivisten wilden, of naar een andere opvang? De dierenactivisten wilden dat Morgan weer terug zou gaan naar de zee. En het dolfinarium en de regering zeiden, die zee is zo groot, we kunnen haar familie daar nooit vinden. Daarom besloot de regering uiteindelijk dat Morgan naar de dierentuin in Spanje moest. Daar zou ze een groter verblijf krijgen en andere orka's om mee te spelen. Ook werden er dus afspraken gemaakt. In de afspraken stond dat Morgan wel naar Spanje mocht, maar alleen voor onderzoek en educatie. Dus voor dat de mensen die zouden kunnen komen kijken naar Morgan in Spanje iets zouden leren over hoe orka's in het wild leven. Maar inmiddels is Morgan dus zelfs een van de hoofdrolspelers van de show. Precies wat de Nederlandse regering wilde voorkomen. Maar of die er nu nog iets aan kan veranderen? Ja, Morgan was natuurlijk hier, maar ze is al 10 jaar in Spanje. Dus Nederland heeft eigenlijk niks meer over Morgan te zeggen. Dus ja, de kans is groot dat ze daar blijft en dat ze de shows dagelijks zal blijven doen. Volgens het Spaanse dierenpark is dat het beste voor Morgan. Zij zeggen dat ze gefrustreerd zou raken als ze haar soortgenoten een show ziet geven en zelf niet mee mag doen.